Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u gekocht? Bloemetje, lavender eigenlijk. Mag ik even mee? Jazeker. Dus wat de plan was om hier te planten. Heb je een beetje groene vingers, Amar? Niet echt. Helemaal niet eigenlijk. Kijk, in Syrië gaan we elke weekend naar het natuur. Buiten Damascus. Dus we gaan altijd met de family. Of we gingen tenminste. We moesten daar naar de leger. Dus ik moest vluchten. Oh, er is een worm. Een mooie worm. Dat is een goede sign. Mijn vriendin is uit Oekraïne. Dus everything is up to theme in this house. Moet wat water halen. Wordt mooi. I've seen my neighbor do this once in my life, so. Hoe is het contact met de buren? Goed. Ze zijn allemaal leuke mensen. Soms hebben ze last van mij. Als een DJ. Dat vinden zij niet zo goed. Maar je zegt, soms hebben ze last van mij? Ja, als ik een feestje heb of zo. We hebben hier een soort van een boiler room gemaakt. Kijk. Dus ja, ik heb dit allemaal zelf gebouwd. Hier heb ik allemaal lichtjes. En ik zit hier de DJ meestal. En we gaan setjes opnemen van een uurtje. Of een anderhalf uur. Ja, met allemaal underground DJ's. Die zijn niet echt super bekend of zo. Maar ik vind die soort muziek mooi. Dus ja, ik ga allemaal mensen vragen om te draaien. Het is wel leuk als een hobby. En wat hoop je dat er uitkomt? Niks. Life is about nothing. Nee, kijk, ik doe het voor de muziek. Ik weet niet of ga ik dit altijd doen. Of misschien, ja, misschien stap ik morgen of doe ik het in de toekomst. Ik weet het niet. Ik bedoel, kijk, als ik hier kan genieten, elke maand van 2 uurtjes muziek met een talented DJ, dan heb ik genoeg aan. Dan hoef ik niks. Hetzelfde zoals die bloemetjes. Toch? Ze zijn voor niks. Je kan het niet eten. Je kan alleen maar kijken en genieten. Zo is de muziek. Toch? Amar, bedankt en succes met het volgende feest. Het was leuk om jou hier te hebben. Fijne dag. Dag. Doei.